dacht dat Suriname toch gelukt is. Het gebeurt bijna nooit in de wereld. Dat het toch gelukt is om na een jaar weer bovenop te komen om door te gaan met IMF. Dat bevestigt ze ook. Derde is ook namelijk Suriname IMF programma is een case model wat ze gaan gebruiken ook naar andere landen. Capaciteitsversterking, dat is een uitdaging omdat dat ook vastgesteld wordt, dat gebrek is aan capaciteit. En tweede, een sociaal programma dat kan effectiever worden uitgevoerd. Dat heb ik ook gezegd in mijn jaarrede. Dat heb ik voor IMF gezegd. Dat sociaal programma wordt gebrekkig uitgevoerd. Dat daar op sociale zaken er twee kabinetten zijn. Maar blijkbaar hebben mensen u toen niet gehoord, want iedereen zegt nu IMF de regering de les is komen lezen. Daar kan ik niks aan doen. Dat laat ik aan die samenleving over. Zo. Wij hebben dat gezegd en ook hier in uw programma heb ik dat gezegd. En we hebben ook gezegd voor IMF dat sociaal programma wordt gelicht van sociale zaken. En daarvoor is er een presidentiële resolutie al voorbereid. Die teken ik morgen. Dat er een nieuw team van deskundigen, externe deskundigen, geen ambtenaren. Natuurlijk heb je ambtenaren nodig voor de faciliterende activiteiten. Dat het centraal aangestuurd wordt vanuit het kabinet van de president. President. Als IMF niet openlijk uw sociaal programma, uw sociaal beleid bekritiseerd had, was u dan zo snel in actie gekomen? Kort wilde je daarover? Dat was ervoor. Dat was voor IMF al gebeurd. Mijn actie was al voor IMF gebeurd. Ik wil mij een toelichtende vraag, omdat de president er net had dat het bekend is dat op sociale zaken. Ja, ik heb het hier in het programma gezegd. Kunt u dat toelichten? Oké, dan ga ik het nog een keertje herhalen. Ja. Hier in uw programma heb ik een keertje gezegd dat er een probleem is daar bij sociale zaken. Namelijk dat er een minister daar zit die geen centrale aansturing van het beleid kan geven. Omdat hij daar met een eigen kabinet zit, maar zijn directeur daar zit die ook een apart kabinet heeft. En inmiddels heeft de IDB een PIU daar geïmplementeerd voor uitvoeren van sociaal programma. En deze drie componenten communiceren niet met elkaar. En wie wordt de slachtoffer? De samenleving. En wie wordt uitgescholden? Maar één persoon in het land. Eén hiervoor. Ik mag zelf raden. Dus ik ga ingrijpen. En dat is voor IMF gebeurd. IMF praat naar die samenleving. Maar IMF heb ik zelf gezegd. We hebben een gebrek aan capaciteit. Niet nu, toen hij begon. Wat was het niet beter geweest, IMF, toen hij met die programma begon. En u wist dat er een capaciteitsversterking was. Dat een capaciteitsprobleem was bij de belasting. Waarom hebben we niet gezamenlijk beslist met IDB om met die capaciteitsversterking daar te komen, met die software van die BTW, met al die instrumenten die je nodig hebt voor de BTW, bij alle handelszaken, bij alle supermarkten. Waar is die training? Dat is allemaal niet gebeurd. Uw eis was invoeren, zonder te kijken naar die randvoorwaarden. En nu zitten we. Dat BTW ook niet volle 100% uitgevoerd kan worden vanwege gebrek aan capaciteit, waardoor ik nu met incentives moet komen. Dat heb ik ook al gezegd. Laten we nu beter gaan samenwerken met die andere internationale instituten, zodat de technische bijstand integraal coherence kan plaatsvinden, in samenhang kan plaatsvinden. Datzelfde heb ik ook gezegd. Als je weet dat corruptiebedrijf belangrijk is, en dat is ook belangrijk voor mij, maar mijn tijdlijn is implementeren, anticorruptiecommissie, staatsbesluit, bureau inrichten, automatiseren, formulieren, ontwikkelen, bekendmaken en starten 1 januari met de implementatie. Nee, prior action, je moet het september in place hebben. We hebben het gedaan. Werkt het? Waar is die capaciteit? Waar is die institutionele versterking? Waar is een hele office om te kunnen werken? IMF, waarom heeft u daar niet gedacht? Om ook die capaciteitsversterking te brengen. Dus als men nu zegt, capaciteitsversterking, gelukkig dat ze dat op tijd gezien hebben. Maar laat er een samenhang zijn in die samenwerking waarbij IMF inderdaad zwaar focust op die hervorming samen met ons, met onze instituten. Maar als je daarbij constateert dat er een capaciteitsprobleem is, neem je verantwoordelijkheid als IMF ook. En ga samen met IDB, ga samen met World Bank, ga samen met de Caribbean Development Bank en de regering dat invullen. Dat moet gebeuren, dat is een goed, laat mij zeggen, approach naar Suriname. Dus nogmaals, sociaal programma is een uitdaging. We gaan het aanpakken, we gaan het centraal aansturen. Tegelijkertijd, dat ding van vertrouwen. Ik heb ook geluisterd naar haar. Ze zegt ook, er is een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Natuurlijk moet dat hersteld worden. Want als er onvoldoende vertrouwen is, dan ga je geen
goed programma kunnen implementeren. Als je het implementeert, ga je op een gegeven moment ook onvoldoende draagvlak krijgen. Dat vertrouwen moet je vergroten. Hoe hebben we dat gedaan? Door het introduceren van nationaal dialoog. Er is een journalist laatst bij me geweest. En ik zeg tegen de journalist, nationaal dialoog gaat door. Er komt nu een instituut en het heet Monitoringsteam Nationaal Dialoog. De resolutie is al voorbereid. Ik heb het vanmorgen nog doorgenomen. En dan zie je gewoon, de journalist schrijven, nationaal dialoog gaat gewoon niet door. Willens en wetens, schrijft men dat. En men verspreidt het. Met welk doel doet men dat? Terwijl je weet dat het is niet gezegd, het is opgenomen. Want mijn woordvoerder was erbij. Wat dit antwoord is gegeven. Maar toch gaat men een ander verhaal presenteren. Dus nogmaals, we moeten rekening houden met het beleid, wat op spoor is. En die perceptie die negatief is. Die perceptie die negatief is, daar moeten we gaan investeren. Waarin, dat komt vanwege bewust dat mensen op elke activiteit, positieve activiteit van ons, iets negatiefs aanplakken. Tweede is die communicatie, waar de samenleving ook gezegd heeft, ik wil geen meer informatie, want die informatie heb ik. Ik wil communicatie. Kon leg me uit. Kon naar mijn buurt, verteer me van de sandies uit Rokko. Dus dat hebben we ook opgepakt. Die strategie zal een andere moeten zijn. En nogmaals, die irritatie in die samenleving, die boosheid die er is, zolang irritatie en boosheid in die samenleving is, dat ze achteruit zijn gegaan, meneer SS zegt armenaren. Natuurlijk heeft het hervormingsprogramma een zware druk gehad, ook op die middenklasse. Maar daarom zeggen we ook, laten we in ons sociaal programma, want weet je wat men normaal denkt over een sociaal programma, is AOV, is AKB, is financiële huishouding en personen met een beperking. Dat is historisch zo, dat is geregeld. Die mensen krijgen hun gelden regelmatig en daar worden die hoofdverhogingen ook regelmatig gegeven. Nee, in mijn ogen is sociaal programma een breed gedragen programma in het kader van ons hervormingprogramma, waarbij heel wat groepen onder de armoedesgrens zijn gekomen. En ik heb ook aan die vakbonden gezegd, die 1800 die we geven als koopkrachtversterking, maar ook als ze zijn een ondersteuning in het kader van de afbouw van de verschillende subsidies bij de nusbedrijven, EBS, water en gas, dat is die 1800 op basis van een armoedegrens van bijna 6000. En ik zeg aan de vakbonden, de armoedegrens is nu een andere. Dat is vastgesteld door het ministerie van Arbeid, dat wordt door de deskundigen nog nader bekeken. Dat moet nu uitgangspunt zijn voor 2024 en ik ben bereid om aan de hand daarvan een pakket van maatregelen te discussiëren, goed te keuren, wat ook financierbaar moet zijn. En dan gaat het om uitbreiden van het pakket, verhogen van het bedrag, uitbreiden naar doelgroepen. Hetzelfde geldt voor die 2500, naar ambtenaren en gelijkgestelden. Laten we daar kijken hoe daar die groepen verruimd kunnen worden, het bedrag aangepast kan worden. Die ruimte is en dat is die onderhandeling die ik voer. En ik wil het op een structurele wijze doen, waarbij we het nationaal belang, namelijk de stabiliteit van de economie, goed in de gaten moeten houden. Laten we naar die belastingsschijven kijken, waarbij ook die middenklasse met aanpassing van die schijven minder belasting gaat betalen. Ook dat wordt bekeken. U gaat het morgen of overmorgen horen, wat de nieuwe belastingsschijven zullen zijn. Maar het voordeel van die belastingsschijven is namelijk dat je zowel die ambtenaren als die private sector ook direct meeneemt. Dat niet alleen die kritiek, ja, alleen die ambtenaren krijgen wat en die private sectors medewerkers die krijgen niks. En daarnaast, ja, die kwetsbare groepen, daar moeten we blijven ondersteunen. Het sociaal programma is ook sociale woningbouw, wat ter hand genomen wordt en moeten dit jaar nog starten. Het sociaal programma is ook het brengen van goedkope producten. En deze week worden de eerste producten besteld. Van die 40 basisgoederen, we gaan niet alle 40. Ik denk dat we nu gekomen zijn op ongeveer 15 wat de samenleving nodig heeft, om dit goedkoop te brengen voor die samenleving. Dus ook al deze zaken behoren tot het groter sociaal programma. Maar president, als ik u mag in de reden vallen, deze stap om basisgoederen te gaan importeren, brengt ons toch terug naar de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Nee. Terwijl expliciet deze regering heeft aangegeven te willen gaan naar subjectsubsidie, en juist op objectsubsidie te willen afbouwen. En dan wordt die Monikarta, die is voorgesteld, helaas niet uitgevoerd. Niemand weet hoeveel mensen werkelijk via die Monikarta, en dat is een optimale vorm van subjectsubsidie,
die tot nu toe niet werkt. En dan is de vraag, hoe ziet u dat dan, dat we weer teruggrijpen naar methoden van de jaren van de vorige eeuw om goederen weer te gaan importeren? En dan moeten we het als overheid zelf gaan distribueren. Nee, nee, nee. En u weet welke corruptie daar in het verleden mee gepaard ging. U heeft een heel vertekend beeld. Oké. En misschien nog steeds die dromen van de geschiedenis. Nee, we gaan niet naar dat systeem. We hebben een systeem hier van vrije handel. Daarachter staan we. Maar als ik al 1, 2, 10 keren al praat met hun, van help me. Ze zijn trouwens bijzonder ontevreden, hè, over dat u zelf wil importeren. Help me in het kader van mijn herstelprogramma, mijn hervormingsprogramma, even voor 1 jaar de samenleving te helpen. Dat is het beroep wat ik op hun gedaan heb. 1 jaar. Dan? En wat was het beroep? Help me voor 1 jaar. Waarmee moesten ze helpen? Met de goederen, die basisgoederen. Goedkoper. Bimla, ik heb naar die presentatie gekeken van minister van Economische Zaken. Ik heb de prijzen gezien tot aan de haven. Is X van die basisgoederen. Zelfde goederen in de winkel is 4X. Sommige plaatsen 5X. Dus er zijn heel wat schakels die verhogend werken. Ik zeg, handelaren die bereid zijn deze regering te ondersteunen, help me hiermee, die hebben zich aangediend. Er is private capital, Die gaat als revolving fund dienen. Daarmee importeren ze rechtstreeks naar de consument. RR, DR-leden gaan ingezet worden. Om die goederen daar in de winkel, geen pakketten, uit te stellen. U mag beslissen wat u koopt. De eerste projecties zijn 30-40% lager, omdat je al die schakels overslaat. Je krijgt SRD. SRD wordt weer omgezet in US. Met die US koop je weer. Is een revolving fund. Is geen 80-jaar ding. Het is een modern ding, wat pas is ook in de handelsgeest van die vrije markt. Maar wel doen met personen die ons willen ondersteunen 1 jaar. Zodat die economie zodanig herstelt dat de mensen weer die koopkracht hebben. Dat is wat die samenleving zoekt in dit zwaar programma van herstel, herstructurering. En daar moeten we een stukje solidariteit tonen. Het enige wat ik vraag, solidariteit tonen. Dus het geld komt niet van de landsbegroting? Nee.